Ze graven, krabbelen en kriebelen. Wat leeft er allemaal aan gladsharigs of donzigs onder onze voeten? Deze week elke dag op dit tijdstip aandacht voor de onderkruipers onder ons. En vandaag de pissebed. Martin Soesbergen van Rijkswaterstaat is specialist op het gebied van beheer en onderhoud van faunavoorzieningen. En komt zelf uit Almere. Goedemiddag, Martin. Hallo, Martin. Is Martin verdwenen? Ik denk dat Martin helemaal verdwenen is. Dat zou ook wel zijn. Martin, ben je er nog? Ja, we zouden hem aan de telefoon moeten hebben. Maar ik denk dat KPN of Telfort of Vodafone eventjes niet meewerkt. We gaan hem even bellen. Ja. Nou, spannend is dit. Pauzemuziek. Hallo? Met Martin. Hey, Martin. Ja, Martin, je bent in de uitzending inmiddels. We hadden je al even voorgesteld. Je werkt voor Rijkswaterstaat. Je bent specialist op het gebied van beheer en onderhoud van faunavoorzieningen. We gaan het hebben over de pissebed. In Nederland zijn er ongeveer 40 soorten. In Flevoland leven er naar schatting 30. Beschrijf hem eens voor de mensen die misschien niet zo op het netvlies hebben. Zien meestal een grijze pissebed. Het is een afgeplat beest met veel kriebelpootjes, een stuk of 16 paar. En ze bestaan uit allemaal segmentjes. Het zijn eigenlijk gewoon kreeftjes. Maar wel kreeftjes die aangepast zijn aan het leven op het land. En ja. Dat is best vreemd. Ja, want ze komen eigenlijk van het zoet water, hè? Ze komen uit het zoete water en die kreeftjes die hebben nog steeds kieuwen. Aan de onderkant, als je zo'n beest omkeert, dan zie je zeg maar, aan zijn staartstuk een aantal witte vlekjes. En dat zijn zijn kieuwen. Oké. Okay. Ja. En dan noemen we ze pissebedden. Nou, daarmee schrik je natuurlijk al heel veel mensen af. Weet jij waar die naam vandaan komt? Ja, er zijn verschillende theorieën, ideeën over. Enerzijds, die beesten verzamelen zich met grote hoeveelheden beesten bij elkaar op vochtige plekken. En vroeger waren vooral slaapplaatsen erg vochtig en warm. En kon je ze daar veel vinden. Maar wat een veel waarschijnlijke verklaring is, als er heel veel van die beesten bij elkaar zitten, dan ruikt het een beetje naar urine. Oh. Er komt ureum vrij bij die beesten. Dus het ruikt naar pis. Hoe nuttig zijn ze eigenlijk? Heel erg nuttig. Pisbedden die eten zeg maar afgevallen blad en dode plantendelen. En wat ze doen is dat kauwen ze op. Daar halen ze hun voedsel uit. En wat ze uitpoepen is eigenlijk ontzettend goede aarde. Ze zorgen dus voor de bodemkringloop waarbij het blad. Ja, ze zijn dus heel lief aardig. Ze doen ook nog wat nuttigs. Waarom vinden wij ze dan toch nog een beetje eng? Waarschijnlijk omdat het gewoon kleine kriebelige beestjes zijn. Mensen zijn ook bang voor spinnetjes van een paar millimeter groot. Het zijn dingen die voor ons gewoon onbekend zijn. Onbekend maakt denk ik onbemind. En ze zijn natuurlijk gewoon niet zo mooi als vlinders. Het ziet er niet zo liefelijk uit. En wat ook meespeelt, als je zo'n plank optilt in je tuin en er zit ineens zo'n paar duizend van die beestjes. Dat is toch even schrikken. Ja, want ze kroelen natuurlijk alle kanten op. Gisteren hadden we het over springstaartjes en de dag ervoor over regenwormen. Hebben we het elke keer ook een beetje over hun natuurlijke vijand gehad? Wat is nou een natuurlijke vijand van de pissebed? Daar zijn er niet zo heel veel van, maar de belangrijkste is de gewone pad. Die vinden ze erg lekker. Allerlei vogels. Onze kippen vinden ze bijvoorbeeld heel erg prettig weghappen. Maar een heleboel andere beesten, zoals hagedissen en zo, die eten ze wat minder, omdat ze vrij hard zijn. En er is één spinnengenus, een spinnensoort zeg maar, dat helemaal gespecialiseerd is op het eten van pissebedden. Oké, dat is het lievelingsmaaltje. Hoe oud worden ze? Hoe oud worden ze? Ja, dat is zo'n vraag waarvan je denkt van oeps, een paar jaar denk ik. Een jaar of 4, 5 kunnen de grote soorten worden. En de kleine soortjes van 2, 3 millimeter, die worden misschien 1, 2 jaar.
Ja. Nou, we kijken met hele andere ogen dus naar de pissenbed vanaf nu. We weten dat het een kreeftje is op het land. Dat ze dus pissenbed heten, omdat ze toch misschien toch een beetje stinken als ze bij elkaar zitten. Dankjewel, Martin Soesbergen van Rijkswaterstaat.